avond. Heel wat mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we ons ritje verder doen. We zijn bezig met een ladingmarkt met een vrachtwagen. En we gaan eerst kijken van een speciaal transport, ja. En wij hebben één lening dat we moeten afbetalen. Dus we gaan eerst nog wat een paar ritjes doen. Wij gaan een bedrag van €13.575 verdienen als we het toekomen op locatie. En daarachter gaan we zien of dat we nog eentje kunnen doen. Ik speel met Promot. En we zijn onderweg naar Dion en het is ongeveer nog 9 minuutjes rijden. En ja, zoals je ziet mensen, zijn we onderweg, want in deze vrachtwagen heb ik nog geen GPS, daarom dat ik het even laat openstaan. En we hebben nu in ons budget van 10.308. En ja, we gaan nu op ons maxkeel ons rit uit doen en dan gaan we kijken of dat we nog andere. We rijden met een eigen trailer, we rijden met een eigen truck. Ik maak nu deze video zodanig dat we dat ik thuis vanavond ga ik ook nog live gaan strakjes. En we gaan nu eerst deze doen. Mijn madame is ook bezig met haar kookvideo. Dus ik zal de link in de beschrijving zetten straks. Tol wordt betaald. Ja, I know. Even terughaken. Probeer mijn streamline uit te pakken. Uitzetten die spiegel. Het lijkt goed dat we het echt rijden. Ja. Voilà. Ik wil nog die kleine foutjes vanuit mijn schakelen moet ik nog uithalen. Maar dat komt met een tijd van mensen. Het spel is nog 2 uur en 5 minuten. 2 uur en 24 minuten te rijden, maar in real time is dat ongeveer 8 minuten uitgerekend. Wat we ook gaan straks gaan doen als we nog wat extra geld hebben, is keer kijken wat we onze vrachtwagen nog kunnen veranderen. Misschien qua look. Dus als jullie ideetjes hebben, laat het gewoon weten in de reactie. Of we kunnen dat in de volgende aflevering doen. Zodat ik wil eerst wat meer geld verdienen. Dus ik denk wel dat dat een goed idee is voor hoe dat ik mijn vrachtwagen zou tunen hier in deze aflevering. Maar ik denk in de volgende aflevering dat we het gaan doen. Wij gaan ook eerst kijken voor hoeveel dat we kunnen binnenhalen. Dus het is nu een ritje van 13.000 dat we op onze rekening hebben. We hebben nu net de schuld lening afbetaald van €5.000. Dus ja, dat gaat er snel door. Oh, wat is going on? Zet de licht aan, ja. Kom, maak ik nog over. Dank je. Ik moet nog niet tanken, dus ik heb zo goed als een volle tank.
Maar ik denk dat ik straks mijn GPS ga aanpassen naar smalle wegen. Want 90 door die bocht gaan. Dan ga ik zo mijn hartje gaan trappen. Ik ga het toch een beetje vertragen. 83. Ik weet dat ik hier 90 mag. Omdat ik toch voorzichtig naar door mijn bochten kan. Maar we moeten die knop ook nog instellen. Ja, ik ga proberen wat bij te steken. Ik moet hier toch de enige tijd niet af, dus ik kan nog rustig even naar 90 gaan. Niet voor mijn neus schieten, riskeert je. Dank. En we komen nog 48 minuten rijden in het spel. Sorry dat ik een beetje stil ben, want ik ben me even aan het focussen. Zeker. Het is zo'n afrit, dus dan gaan we die afrit Piet op ons max kunnen. Even terug. Right, and then exit right. Ja, we remmen sowieso right. Af. Get ready to turn left. 50 in die bocht hier. Turn left. Indien nodig stoppen. Achieved, you're one. Voila, nu zijn we hier vertrokken. En nu zijn het weer de binnenbaantjes dat we moeten pakken. Blijft toch zoveel mogelijk. Maar wat ik eerst ga doen, mensen, is eerst mijn dingen goed zetten. Is kijken voor mijn parkeren, hoe dat staat. Makkelijk parkeren. Ah, wel, wij gaan een keer naar gevorderde. Omdat ik dan
een beetje toch moet leren voor in te parkeren. Right. En daar is de locatie. Dus we moeten hier af. Turn right. Dion had ik nog niet ontdekt, dus een mooie wat 50. Ik ga hier al een tweede rijvak gaan. Moeten we hier af. Nee, we zijn niet hier. And then turn left. Het is net rood. Turn left. Dus ik laat jullie bepalen, laat in de reacties weten welke kleur, hoe dat jullie hem zien. Dus. Ik ga kijken met jullie samen. En dus. Subiet kijken hoe dat we het kunnen doen voor in te parkeren. Ik moet hier die lichten nog passeren. Get ready to turn right. Oh, het is zo'n parking, dus normaal moet dat easy gaan. Hier moet ik parkeren, oké. En we zijn nu aan het parkeren, want ik wil me eerst goed stellen. Oké. Okay.
eens even focussen, mensen. Want dat moet ook gebeuren. Perfect. Voilà, we staan ingeparkeerd. En nu gaan we op naar de volgende rit. Kijken van het huidige bedrijf. Waar de voorkant gaan we omhoog. 13.300. Dus wat ik eerst ga doen is gewoon een keer. We gaan kijken of dat we een snelle opdracht doen, dat we even rapper geld verdienen. Drukbanden, dozerkrol. Elektronica, potbloemen, jacht. Deze opdracht aannemen. Ja. Oh, mijn hand af. Oké, dat is een mooi ritje. We vertrekken van met DSV. Eerst gaan we kijken of dat alles goed staat qua dingen. Stoel. Klein beetje naar achter. We kijken of dat alles goed staat. Stadslichten, dimlichten. Voilà. En we kijken langs de buitenkant hoe het is, een dubbele trailer. Oké. Dan gaan we wel voorzichtig moeten uitrijden. Oké. Een dubbele trailer, mensen. Maak ik nog over? Dank je. Turn left.
Ai, dude. What the hell ever. Hey, stel hem even op mijn dingen voor ik mij moet indraaien. Ja, dat was toen niks, hè. Gelukkig dat ik hem nog een beetje kon ontwijken. Never mind. I'll find a new route. Voilà. Weg gaan krijgen. Dus als mensen zijn die willen komen kijken, kom maar eens kijken. Vergeet sowieso ook geen volg te doen. En jij gaat wachten, dank u wel.
Ja, Popo. Oh nee, we gaan met een Fiat. Ja, ik rij met snelheid dat ik mag rijden. Lekker aan het cruisen, dat is zo zalig. Rijk je door.
ongeveer 17 minuten rijden, mensen. Nu is dat er 23. Dus we hebben er al 6 minuten afgereden, als ik me niet vergis. Als ik me niet vergis. Dus en als ik me vergis, dan moet ik het maar laten weten in de reacties. Ik deel mijn link niet meer als ik mijn video heb bewerkt op sociale media, maar ik laat het gewoon op YouTube staan. De mensen die me abonneren, die krijgen sowieso een melding voor de nieuwe mensen die ook geabonneerd zijn. Maar dikke merci. Ik hoop dat jullie genieten van de content en voor veel kijkplezier. Het zou kunnen zijn dat ik binnenkort nog geen livestream ga doen op YouTube. Dus ben ik benieuwd, dat is voor alleen voor enkel de abonnees, denk ik, of ook de nieuwe. Dus dat is voor binnenkort, maar eerst mijn gezondheid. Mijn gezondheid is wel belangrijk. Morgen krijg ik een cortisone inspuiting in mijn rug. En daarom dat ik nu deze video en vanavond live ga, zodanig dat ik morgen toch op mijn mak kan afwachten hoe dat de inspuiting is. Ben ik nerveus? Ja. Is dat normaal? Ja. Omdat het ook de eerste keer dat ik een inspuiting heb met cortisone. En als jullie willen weten wat dat ik heb beginfase van artrose en ik heb nog een hernia in aan de linkerkant aan mijn onderrug. En daarvoor word ik behandeld.
We zijn gewoon nu aan het echt aan het genieten. Oké, ja, het is een nachtritje op mijn nieuwe huis. Maar mensen, we zien nog altijd een mooie baan. Dus. En we zijn nog ongeveer in 11 minuutjes. En zoals ik zeg, ik zal de link van mijn madame, haar YouTube-kanaal, in de beschrijving zetten. Want er komt vandaag ook nog een video online van haar. Dus ben benieuwd, mensen. Ik ben benieuwd. En voor de mensen die haar al volgen, die geabonneerd zijn, dikke merci. Want dat apprecieert ze heel hard. En babe? Misschien in de volgende aflevering gaan we kijken voor een speciale opdracht. Dus ik ga zien wat dat er zo speciaal is en die en zware leveringen, dus maak je benieuwd. Jullie dure vleugels.
234 euro voor een tollen weer. Jullie zakzetters. Ideaal! Keep right, and then keep right. Keep right, and then exit right.
Zweden, Noorwegen, Finland. Er staat wel een keer op mijn planning. Voor een keer te doen. Voilà. Dus mensen, merci om te kijken. Wij hebben nu al, toen het resultaat, €31.759. In de volgende aflevering gaan we het vrachtwagen aanpassen. Zoals je ziet, gaan we dat een beetje upgraden. Dus mensen, ik wil jullie sowieso bedanken voor te komen kijken. En ik zie jullie vanavond wel op
de livestream. En vergeet sowieso ook je niet te abonneren en te liken op deze video. En we zien elkaar een van de komende dagen terug. Dus mensen, we zien elkaar later. Ciao, ciao mensen.